De afgelopen weken zijn op 3 plekken in Winterswijk asbest sporen gevonden. Of ik moet zeggen eigenlijk delen van asbest in de Rikker. Op de Frerikshof in een appartement en in de post. Mevrouw Saris, u bent wethouder van Volksgezondheid. Hoe ernstig is zo'n kwestie van op 3 plekken asbest vinden en weten dat in de toekomst mogelijkerwijze er meer van dit soort voorvallen zullen zijn? Want in veel huizen is nog steeds asbest verwerkt in de kap. Nou ja, in het verleden is natuurlijk asbest gebruikt, daarom trend. Maar het is wel zo dat we in dit land met elkaar regels hebben afgesproken ten aanzien van asbestverwijdering. En dat gebeurt ook gewoon volgens de procedures en dan wordt het netjes opgeruimd. Van die 3 plekken is in 1 geval de gemeente min of meer verantwoordelijk, namelijk de post. Trekt u zich dat aan dat het daar gevonden is, dat er niet van tevoren bekend was dat dit probleem zich zou voordoen? De gemeente is niet verantwoordelijk voor het gebouw van de post, want de post is een eigendom van de woonplaats en wij zijn enkel huurder daarvoor. Dus de woonplaats zorgt ook voor een zorgvuldige afhandeling van deze kwestie. Laat onverlet de vraag, wist u dat dit probleem zich ging voordoen? Nou, laat ik zo zeggen, het verbaast mij niet, want de post is natuurlijk wel een oud gebouw. En ik denk dat iedereen weet dat in oudere gebouwen gewoon asbest aangetroffen kan worden. Moeten inwoners van Winterswijk, die een huis hebben van ergens gebouwd pakweg tussen 1930 en 1960, en mogelijkerwijze asbest in hun woning hebben als isolatiemateriaal, moeten die zich zorgen gaan maken? Want het betekent wel een forse kostenpost. Woningen zijn al minder waard ten gevolge van de huizendaling. En dan komt er ook nog maar zo 40.000, 50.000 kosten bij voor asbestsanering. Kan de gemeente inwoners daar hun zorg wegnemen of mogelijkerwijze helpen? Nou, het is nu zo, als asbest in een woning zit en je zit er niet aan, dan is het geen probleem. Maar dat is tijdelijk, want na 2020 mag er geen woning met asbest meer worden verkocht. Maar de woningen zijn in eigendom van mensen. En wat wij in de afgelopen periode hebben gedaan is in het opknappen van de wijk te Hazelden. Daar is een tijdelijke stimuleringsregeling voor geweest in het kader van de verduurzaming van die woningen en het verwijderen van asbest. Kunnen zich voorstellen dat ondanks de lastige financiële positie van Winterswijk op dit moment zo'n regeling in de toekomst ook nog mogelijk is? Nou, als dat in de toekomst een vraag zou worden, dan zullen wij daar als gemeente uiteraard naar kijken. Maar om daar op voorhand zeg maar toezeggingen over te doen, gaat op dit moment wel heel erg ver.